Na een succesvolle eerste editie AMT Live in 2012 pakte AMT in 2013 groter uit. Meer vloeroppervlak, 2 dagen in plaats van 1 dag en de algehele aankleding van de stands op de beursvloer werd ook aangepakt. AMT Live is het kennisevenement voor de automotive professional, waarbij leren, beleven en ontmoeten centraal staat. Om 1 uur werden de deuren van de evenementenhal Gorinchem geopend en honderden bezoekers stroomden binnen. Vervolgens werd op het AMT ontmoetingsplein het evenement geopend door AMT hoofdredacteur Tom Polman. Ik wil even kort met jullie doornemen wat AMT Live dit jaar te bieden heeft. Tom lichtte het programma toe, waarna Marco van Beek, winnaar van de BOVAG Autobedrijf van het jaar 2012 verkiezing, in een interview met AMT vertelde hoe hij zijn bedrijf tot een winnaar maakte en hoe de aanwezige automotive professionals hun bedrijf kunnen klaarmaken voor de toekomst. De komende jaren zal hij contact moeten houden met de klant. Via social media, via de krant en zeker via persoonlijk contact. Zoek je klant op. Dat is voor de toekomst denk ik heel erg belangrijk. Net als vorig jaar waren er weer kennissessies voor de automotive professionals. 8 uiteenlopende onderwerpen werden behandeld door de kenners uit de automotive branche. Hoe werkt een DSG? En waar moet je op letten in de praktijk? Hoe benut je als universeel autobedrijf de mogelijkheden van pass-through? Maar ook de ondernemer leerde van kennissessies als hoe vergroot ik mijn klantenloyaliteit en hoe verhoog ik de werkplaatsefficiëntie. Nieuw dit jaar waren de themaroutes. Tijdens deze route kregen de bezoekers, onder begeleiding van een hostess, van diverse standhouders een korte presentatie, vraag- en antwoordsessie of demonstratie te zien. Wilde de bezoeker meer weten, dan kon hij uiteraard altijd later nog even langs de standhouder lopen. Tevens spraken tijdens AMT Live gastsprekers als Thomas Edens en Luc van Bussel, die hun visie gaven over de autobranche. Kritisch, soms de vinger op een zere plek, maar ook erg vermakelijk. Nou, de belangrijkste les eigenlijk van de 13 lessen automotive, zoals ik het zelf genoemd heb, kun je eigenlijk samenvatten in 1 hele belangrijke les. En dat is dat er niets verandert aan de klant. Die klant zal niet weglopen, die gaat niet naar China, die loopt niet weg, die blijft in Nederland. Maar we raken het contact met die klant wel kwijt, omdat zowel de fabrikant, de importeur, de dealer, maar ook de universeel, die nog steeds niet inziet dat een merk, een merkketen de band kan leggen tussen het bedrijf en de klant. En dat gepromoot kan worden via marketing, met name digitaal. Tijdens de 2 avonden waren er opnieuw kennissessies en themaroutes, waarna om 8:30 het slotprogramma aanbrak. Tijdens AMT Live vond de uitreiking van de ATC-trofee plaats en werd de finale van de AMT-IDRT kennisquiz gespeeld. 3 finalisten moesten om de beurt zo snel mogelijk 9 onderdelen op de raceauto aanwijzen. Na een spannende strijd bleek Diederik van Dijk de snelste. Hij won de hoofdprijs, een VIP-arrangement voor de Zeker World Final. Hierna was het tijd voor de AMT-borrel en konden de automotive professionals op het AMT-ontmoetingsplein terecht om onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis te maken met de redactie, AMT-topmonteurs en andere automotive professionals.